Welkom in het Pieter van Hogeband Zwemstadion in Eindhoven. Welkom bij de FINA Swimming World Cup 2018. Even stilte voor de start. Op uw plaatsen. En daar gaat die van de toekomst van Nederland. En voor me zwemlegende Pieter van de Hogeband. Pieter, allereerst gefeliciteerd met dit evenement. Ja, nou, ik ben er heel erg trots op, maar zoals iedere topprestatie is een teamprestatie. Dus mijn bijdrage is heel klein. Heel veel andere mensen hebben ervoor gezorgd dat die zwemmers kunnen excelleren. Het is een heel mooi toernooi. En nu ook hier achter mij is de jeugd van Nederland is bezig. En dat maakt me enorm trots. De Pieter Challenge. Ja. Internationale, gelauwerde, goede zwemmers. Onder dezelfde omstandigheden als de internationale toppers. En s'avonds kunnen ze dan kijken naar die internationale toppers. En wie weet ontstaat er een mooie droom en gaan ze nog heel veel plezier beleven aan het zwemmen. Zonder dromen, geen toekomst. En wel de tweede editie van de World Cup, FINA Swimming World Cup Eindhoven. Hoe redden jullie dat zo? Nou, weet je, dus wij willen heel graag als Nederland, als zwemnatie, onze positie behouden. Dus dan is het heel belangrijk dat we gewoon jaarlijks een groot internationaal toptoernooi organiseren. Nou, wij zitten in een mooi rijtje met allerlei grote wereldsteden. Maar weet je, de internationale toppers die hier zijn, er zijn er 13 Olympische medaillewinnaars zijn hier aanwezig. Die vinden dit de beste in de hele reeks, dus dat maakt ons heel erg goed. Ik denk aan Atlanta 1996, een klein Pietertje, 19 jaar denk ik, hè? Een vierde plaats. Maar als ik zeg, de zusters Muis en Karin Brinesse, wat zeg je dan? Nou, weet je, ik vind
Je moet altijd, het is altijd een stokje overdragen. Ik vind de slogan van Londen 2012, Inspire Generation, dat is de beste slogan ever. De zusjes Muis, Karen Brinesse, Ron Dekker in die tijd en nog iets eerder verder terug in de tijd, Ada Kok. Dat waren de grote gezichten, de zwemhelden van de natie. Die mij ook weer hebben geïnspireerd als klein mannetje. Ik was in Atlanta 18 jaar. En toen dacht ik, werd ik vierde. Vierde is de meest verschrikkelijke plek om op te eindigen. Toen dacht ik, van nu ga ik het anders organiseren om voor die gouden plak te kunnen gaan. En dat is uiteindelijk gelukt. Dus kijkers, hij heeft het weer heel goed verwoord, onze Pieter. Wij bedanken hem voor zijn uitleg. Jij bedankt. En voor zijn activiteiten voor de zwemkomst van Nederland. Pieter, ga maar weer terug naar je pupillen. En jij ga zo door. Yes. Dankjewel. Okay.